Tegenover die oude, overoude leer dat kwaad met kwaad vergolden moet worden, stellen wij een ander levensbeginsel. Oordeel niet, vergeld niet, straf niet, beloon niet. Maar tracht te scheppen met alle kracht die in u is, een wezenlijk menselijke samenleving waarin de voorwaarden voor groei en ontwikkeling voor ieder mens gegeven zijn. De afschrikking is het ruwste en het gemakkelijkst te grijpen. Doch wie menselijke verhoudingen waarlijk menselijk wil maken, zal er naar streven hiertoe geheel andere wegen te vinden dan de afschrikking, die immers tweesnijdend zwaard is en zelf tot onrecht leidt. En door hen die de vergeldingsstraf willen handhaven, omdat daardoor een gepleegde rechtsschennis. Onder criminaliteit vallen aldoor twee dingen. Verzet tegen de geboden der menselijkheid en verzet tegen de bestaande orde. Niets geeft een mens een zo sterk gevoel van uitgestoten zijn als zichzelf te moeten beschouwen als een onwenselijke, als een wiens hele bestaan overbodig is. In een maatschappij waarin het meer om materiële dan om menselijke, meer om uiterlijke dan om innerlijke waarde gaat, zullen bij uitstek de eerste beschermd worden.